meters, turn left onto Abram van Reykjavik in 219. Ook gewoon nog niet heel erg eerst bij stilstond. Mm-hmm. Maar hoe belangrijk techniek is. Ja. Ik denk dat ik ook inderdaad eerst ook best wel lang in mijn theoretische bubbel zat. Van je boeken lezen, dingen opschrijven. Terwijl ik toen ook besefte, toen ik met die monteurs, dus die monteurs werken inderdaad bij waterbedrijven, bij telecombedrijven, bij energiebedrijven. En dat ik toen nou bedacht, ja, als jullie er niet zijn, dan heb ik inderdaad, kan ik helemaal niet douchen, kan ik er niet naartoe rijden in mijn auto, kan ik helemaal niks op een dag. Hey, hoe groot is het tekort op dit moment van technische vakmensen? Ja, dat is groot. Als je nu kijkt naar al de vacatures die nu openstaan, zijn dat al rond de 40.000 vacatures in Nederland. Mm-hmm. Dus dat is al fors. Dat zijn dan de vacatures waarbij je inderdaad kan zorgen dat gewoon het blijft draaien zoals het nu draait. Dus dan heb je al die 40.000, maar als je dan nog kijkt naar de ambities die er zijn, de klimaatdoelen die gehaald moeten worden, de huizen die gebouwd moeten worden, er moeten nu 100.000 woningen gebouwd. From home now. We could buy some stuff at the roundabout. Ready-made exit onto South Place Alarm. Do you want to do that?
I've got lasagna in my brain now. Oh, lasagna. Okay, the lasagna. Do you know which shop that was? We could walk. Yeah. I'm sure we could find it if we walked around. Yeah. The shop.